Start van proces in beroep over kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke. De mist was overmacht, zeggen bestuurders. Felle kritiek op de plannen voor de sluiting van het Radio 2-huis in Kortrijk. En Moorsleden is start en aankomst van de dameskoers elite tijdens Belgium Lotto Tour. Een heel goeie avond, welkom. Maar we starten dit journaal met een interessant interview door Jos Vermeulen. Beste kijkers, ik ben Jos Vermeulen en vandaag gaan we op zoek naar mensen die meer weten over zagers. Dag man op straat. Goedendag. Wat is uw naam? Ik ben Patrick, met CK. Dag Patrick, weet u iets meer over zagers? Ja, veel meer zelf. Ik heb nog een tijd gewoond in Halle. En daar noemden ze ons de Halse Pieren. Halse Pieren? Kent u dat verhaal dan niet? Nee. Ik zal het je vertellen. Ja, wij werden dus de Halse Pieren genoemd, omdat vroeger bij mijn buren, ja, alleen woonden mijn buren daar toen nog niet, en ik zelf ook nog niet, maar toch, daar op die plaats werd dus een pier gevonden. Allee, zo lang, klibberig ding, zo hé. Het is zo'n regenworm. Ja, maar dat kon helemaal niet in onze streek. Dus ja, iedereen bij ons was opgehitst tot en met. En die zijn dan naar de pastoor geweest. En die pastoor heeft dus de merkwaardige ondervinding genomen, getrokken, dat was een metamorfose van de duivel. Ja, interessant. Vertel verder. Ja, zeker. En dus, ja, ze zijn dan naar de volksvergadering geweest. En daar hebben ze besloten dat die pier aan de ketting moest. En die pier stierf. Maar ja, dat is natuurlijk, als je dat nu zo hoort, lijkt dat een beetje doorgedraaid. Hè? Vandaar dat wij ook een beetje de Halse Pier worden genoemd. Amai, heftig verhaal. Maar ken je ook de bijnaam van de Mechelaars, die de Manenblussers worden genoemd? Dat zegt me vaag wel iets, ja. Is dat niet omdat die dommerikken dachten dat de kerktoren in brand stond, maar dat dat eigenlijk gewoon de schemering van de maan was? Ja, inderdaad. En die van de Aalstenaars, die de Ajuinen worden genoemd? Nee, sorry. Nee, nooit van. Maar vertel. Ze zijn zo genoemd omdat ze vroeger de meeste Ajuinen hadden in heel Vlaanderen. En de Gentenaars hebben de bijnaam Stroppendragers, omdat de rijke Gentenaars vroeger door de toenmalige vorst veroordeeld werden. De rijke Gentenaars die niet veroordeeld werden, moesten met een strop op hun hals door de stad lopen. Vandaar deze bijnaam. Zeer interessant namiddag. Bedankt. Inderdaad. Zeer interessant. Zo, dit was Jos Vermeulen. Focus WTV, live bij de man op straat.